of zo. Oeh. En dat is een voor de arend. Ja, dat is volgens mij een arend, ja. Ja? Zijn jullie wel? Blijf er even bij staan, want ik weet niet wat hij doet. Zeearend, condor en gier. Niet echt dieren die je in een papegaaienpark verwacht, maar ze zitten er vanaf nu wel. Het voormalige papegaaienpark in Oerlen gaat onder de naam Zoo Veldhoven op 19 april weer open. Zoo Veldhoven vangt na de doorstart alleen nog papegaaiachtigen met de juiste papieren of een legale herkomstverklaring op. Roofvogelhouder Richard Lomans uit Asteheusden gaat ook roofvogels en neusberen huisvesten. De komende tijd vinden er nog verbouwingen plaats. Met het park is ook de stichting NOP overgenomen.